bent weer terug hier live vanuit de Buitensociëteit in Zwolle op het digitale congres van waardigheid en trots, waar het leef- en leerplezier op de werkvloer centraal staat. Foppe de Haan, die gaat ons zometeen meenemen in zijn ervaringen als de inspirerende coach, want dat was hij heel lang van SC Heerenveen, waar hij grote successen mee boekte. Ook grote successen behaalde hij op het Europees kampioenschap met de Oranje Vrouwen. En hij trainde ook in Zuid-Afrika, Cape Town, het team van Ajax. Kortom, een heleboel ervaringen die hij gaat meenemen voor jullie over hoe je een goed team bouwt, wat je van elkaar kunt leren en hoe je ook als team voor elkaar zorgt. Daarvoor wil ik jullie toch nog even wijzen op het belang van het kunnen vragen stellen met de Q&A in de livestream. Je vindt naast de livestream een knopje waarmee je een vraag kunt stellen. Zometeen dus ook aan Foppe de Haan. Hij is gaarne bereid om die te gaan beantwoorden. En ook na de show kun je doorpraten met andere online deelnemers met de zogenaamde 1-op-1 chat. En heb je nou problemen met de livestream, kijk dan eventjes rechtsboven op het knopje met het vraagtekentje. Dan kan je daar wellicht toch mee uit de voeten. En als je nou mee wil praten, gebruik dan de hashtag WTCongres. Dan is het nu tijd voor Foppe de Haan. Niet zo makkelijk heeft, of soms heel makkelijk. Kijk, als je coach van Ajax bent, dan is het geen probleem. Hè? Maar als je onderin staat en je bent coach van PEC Zwolle, dan stop je ermee zelfs. Hè? Dus het is altijd een beetje ingewikkeld. Nou goed, ik neem je mee naar een tijd, lang geleden, gelukkig, toen ik bij Heerenveen was. En het ging eigenlijk alleen maar beter en beter en beter. Dus iedereen had hele hoge verwachtingen. Oh, die halen Europees voetbal. Die haalden zelfs Champions League voetbal. Dat was fantastisch. Maar er kwam een seizoen, was kort daarna, toen begonnen we. Verwachtingen waren heel groot. We hadden best een heel aardig team, vonden we. En we hadden 8 wedstrijden gespeeld en 2 punten. Toen was de hele wereld in de war. Want iedereen bemoeide zich ermee. Dat krijg je dan. En dan gaat het stormen. Dan gaat het aan de buitenkant stormen. Want dan gaat de mensen, de pers, de sponsors, de... Nou ja, hoe dan ook. Iedereen gaat zich ermee bemoeien. Ik weet nog dat ik op het veld stond. We speelden tegen RBC. Speelde toen nog betaald voetbal in de Eredivisie. En Ton Egberts die vroeg aan me op afstand via zo'n stream van en Foppe, moeten wij ons zorgen maken over Heerenveen? Ik zei, jullie niet, maar ik wel. Nou goed, toen liep ik door het stadion. Dat was een heel belangrijk moment. Toen kwam ik in de gang, kwam ik de voorzitter tegen, de Niemand van der Velde. En die pakte me bij de arm. En toen zei hij van, hey trainer, ik kan aan je zien dat je leidt, maar we weten hoe goed je bent. Dus we staan achter je, kom op hè. Nou, dat was een fantastisch moment. Maar dan voel je dat er een groep achter je staat. Nou, dat is, als het slecht gaat of niet goed gaat, is dat voor een trainer, maar ook voor een team is het heel belangrijk. Hoe sterk is een team? En hoe bouw je nou een team wat sterk is, wat we kan hebben, wat die storm van buiten kan hebben. Maar soms heb je ook wel een storm van binnen. Een blessure, een onverwachte dit, een scheidsrechter die even tegen zit of zo. Dus je krijgt, hoe je het went of keert, altijd tegenslagen. En soms zit het mee en soms zit het tegen, zou je kunnen zeggen. Maar in sommige perioden zit het absoluut niet mee. Nou, en dan moet je sterk zijn. En dat betekent dat je dan eigenlijk een heel goed team moet hebben. Want je bent nooit alleen. Ik was in Zuid-Afrika en daar kwam ik een begrip tegen wat Nelson Mandela, een fantastische man, in de wereld bracht. En dat heet Ubuntu. En Ubuntu is een Afrikaans begrip en dat betekent dat ik ben dankzij jou en jij bent dankzij mij. Dus samen kunnen we sterk zijn, maar alleen kan ik niks. Dat betekent het. Nou, dat heb ik aan de lijve meegemaakt, want ik ben wel eens in zo'n township geweest. En als je dan ziet hoe slecht het in onze ogen is, het is, dan schrik je dood. Maar zij niet, want ze konden er op een fantastische manier samen mee handelen. Als iemand te weinig eten had, dan kreeg je dat van een ander. Als iemand dit te weinig had, kreeg je dat van een ander. Ze deden alles samen en dus waren ze sterk. Wij maken zelfs mee dat toen we weggingen uit Zuid-Afrika, wilden we de vrouw die bij ons de huishouding deed, zal ik maar zeggen, die wilde me een huisje geven. En toen gingen we naar Mandy toe en zei, Mandy, wij zijn van plan om jou een huisje te geven. Toen zei Mandy van, die keek ons aan en zei, Bos, daar was je Bos, Bos, dat moet je maar niet doen. Je kan ons beter op een andere manier helpen, want we gaan toch nooit dit straatje uit. Want daar zijn we samen met anderen en dus voelen wij ons daar sterk. Nou, zo is het met het team ook.
Kijk, als je kijkt naar een team maakt ontwikkeling door. Dus niet, team is niet vanzelfsprekend een team. Een team begint ergens. Nou, en als je kijkt in het begin van een team, aan de voorbereiding van een voetbalseizoen bijvoorbeeld. Er zijn een paar weg, er zijn een paar bijgekomen, er zijn een paar gebleven. En dan moet zich dat vormen. Nou, dat noem ik, of dat is, de oriëntatiefase. Iedereen is vriendelijk, iedereen die praat even met elkaar. Er is niemand die een ander zeer doet, want het spel is nog niet op de wagen. Dus je krijgt tijd, de coach moet daar goed naar kijken. Die moet heel goed observeren van hoe reageert ze. Komt iemand binnen en bij wie gaat hij zitten? Oh, gaat bij die zitten. Oh, en bij wie gaat hij daar even later en dan gaat hij naar het veld. En dan hebben ze een bal. Welke twee pakken nou altijd dezelfde bal en gaan tikken? Tik, tik, tik. En dan is er altijd één die buiten de boot valt. Of twee, of drie soms. Dat moet je dus zien. Dus in de beginfase moet de coach, degene die leiding geeft, moet heel goed observeren wat er gebeurt. En dan ontstaat er iets, wat dat is de volgende fase. Dat zou je positionering kunnen noemen, maar dan ontstaat er een soort ladder. Trap. Zo. Dit is de groep. En er zijn erbij die staan bovenop, zo, met de neus naar voren. Van ik, hier ben ik, ik ben de baas, of ik ben dit, of ik ben dat, ik ben goed, zie je wel. En er staan ook altijd hier onderaan. In een voetbalteam zijn het bijna altijd de jongsten. Die komen net binnen, die zijn schuchter, die gaan niet gelijk zeggen wat ze vinden. Nou, en die moeten groeien. Deze moeten ook groeien op een andere manier. Deze moeten groeien op een manier van wie ben ik, wat kan ik en wat betekent ik voor een ander. Maar deze moet groeien, die moet leren zich daarin te plaatsen en eigenlijk moet die gaan klimmen. Zeg van oké, ik word ook belangrijk, ik durf ook, ik heb lef, ik ga meedoen. En dus kom ik ook voor mezelf op in plaats van een beetje bedeesd kijken wat er gebeurt. Nee, er is een moment, dan treed ik buiten mezelf en zeg hier ben ik. Nou, en die rangorde. Dat noemen we, is eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is een soort stormfase. Iedereen is zijn eigen plek aan het, als het goed is, aan het ja, je plaats je op een plek. En soms is het ook al een beetje vechtfase. Ja, dus wie, waar, wat, dat zie je heel mooi als de competitie gaat beginnen. Als het echt, als het spel op de waar gaat. Want dan zijn er 8 die altijd spelen. Er zijn er volgende 8 die weten ongeveer van, ah, oh, ik kom straks ook wel aan de beurt en als er iemand afvalt, dan kom ik, want ik zit er dicht tegenaan. En dan zijn er ook een aantal, die komen op de bank terecht of die komen op de tribune terecht. En hoe zijn die dan? Hoe gedragen zich die dan? Nou, dat zal ik u, dat kan hè. Kijk, wat je ziet is dit. Een team is in die fase een bolderwagen. Dit is de bolderwagen hè. Daar reden we vroeger mee op strand en meestal trok mijn vrouw en liep ik ernaast. Grapje hoor. Maar dit is de bolderwagen en op die bolderwagen zitten altijd een aantal die denken van oké, ik red me wel, gaat wel goed, het duurt mijn tijd wel uit. En als ik maar niet te wild doe of niet te gek doe, dan kan ik me prima redden, gaat prima. Er zijn er ook altijd een aantal, ja maar die willen meer, die willen beter worden, die willen vooruit zou je kunnen zeggen. Die trekken dus aan de kar en die hebben echt energie, want die willen vooruit. Nou en zijn er ook altijd anderen, die hangen erachter, die doen de kont naar beneden, zetten de hakken in het zand. Dat noem ik altijd de ja maar mensen. Ja maar, je wilt wat zeggen, ja maar, vroeger deed het anders. Ja maar, ja maar. Daar hebben we Heerenveen, op een gegeven moment hebben we dat verboden. Ja, voor zover je iets kan verbieden. Zeg, we praten niet meer over ja maar we praten over ja en. Ja en wat moet ik dan anders doen om mee te doen? En die hal waar Epke Sonderland traint, dat is vlakbij het stadion, het Abelense stadion, daar hangt een heel groot bord. En daar staat op, ja maarloze zone. Dat is fantastisch. Hè? Dus die Epke die heeft het ook zelf min of meer bedacht. Van oké, er is geen ja maar. Nee, er is alleen ja en wat moet ik nou doen om beter te worden? Wat moet ik nou doen om het anders te doen? Wat moet ik nou doen om die blessure die ik altijd heb om die te voorkomen? Dus ik moet mijn schema aanpassen. Ik moet misschien wel andere mensen om me heen halen. Dus ik moet voortdurend in beweging zijn. En als dit er statisch is, dan blijft het een bolderwagen en verandert er niks. Nou, wat je ook ziet, heb ik ook voor u getekend. Ik ga fantastisch tekenen, dat zie je. Maar dit is het team in die fase. En dan zie je, dit is een groepje, dit is een groepje, dit is een groepje, dit is een groepje. Maar dit kan je zelfs voor 2 doen. Het team is ook altijd 2. Alleen ben je niet, je bent altijd met z'n 2. Is ook 2. En deze, die zijn het wel eens. Die willen die kant op. Dus dat doel
is bepaald. Daar gaan we. Dat hebben we met elkaar afgesproken en daar gaan we voor. Elke dag werken we eraan. Maar er is ook ergens anders is er zo'n groepje die dreigen af te vallen. En die beginnen dit te doen. Die vormen een klikje en gaan de andere kant op. Dus die worden lastig. Dus dan is de coach, de leider, is ongelooflijk belangrijk. Want ook dat, ik zei ze pas, ik moet goed kunnen observeren. Maar dat moet hij of zij redelijk snel in de gaten hebben. En daar moet je aandacht aan besteden. Dus maar één woord voor aandacht. En een relatie opbouwen. Weten wie het zijn. Ze pas, zei die jonge man die voor mij was met al zijn oefeningen. Die zei dat ook. Hè? Die zei van, je hebt relatie nodig. Als je dingen doet, de coach of de directeur van AZ, die zegt, zonder relatie geen prestatie. En ik denk dat hij gelijk heeft. Zonder relatie, dus je moet als coach, moet je een relatie opbouwen. En zeker bij deze, kijk deze gaan wel mee. Maar deze die worden lastig en die proberen mensen mee te krijgen. Je zou ook bijna zeggen, het zijn virusontkenners en die proberen de rest mee te krijgen. Maar we willen die kant op. Dus dat moet duidelijk voor ogen zijn. Dus aandacht, relatie opbouwen en vooral heel duidelijk het doel voor ogen houden. Daar willen we heen, dat hebben we met elkaar afgesproken en daar gaan we heen. Nou goed, dus het team, dus de sterkte van het team bepaalt uiteindelijk mede de sterkte van het individu. En als je wat kunt hebben als team, dan kan het individu ook meer hebben. Dan weet het individu altijd van, oké, er staat iemand achter me, of er zijn mensen achter me. Dat ik u vertelde van Riemer die mij bij de arm pakte en zei van, we weten wel dat je het kunt, kom op kerel. We hebben nou even een dipje, maar we doen dat en dat en dat en dan zijn we er weer. En zo was het precies. Goed, nou. Dus dat is over de fase en dan kom je op het automatisch eigenlijk in de volgende fase van team. En dat is wel heel aardig, want die werd ze pas ook wel een paar keer aangehaald. Dan kom je namelijk in de fase van de norm. De norm is bepaald. En als de norm bepaald is, dan gaat het over wij. Dan gaat het over trots. Dan gaat het over spelregels. Afspraken. Die horen erbij. En dat is eigenlijk vanzelfsprekend, omdat die norm bepaald is, dit zijn wij en wij zijn trots op dat we erbij zijn. Dan houden we ons aan de afspraken die we hebben gemaakt. Daar kom ik straks nog een keer uitgebreid op terug. Maar dat is de fase die eigenlijk naar mij coach, en dan zeg je tegen iemand, ik wil graag dat je dat even doet. Dan zeg je niet van, ja, maar ik heb geen tijd. Nee, dan zeg je, oké, ik maak tijd en ik doe het even. Dan wordt het als het ware vanzelfsprekend. Dan heb je ook de afspraken die je op het veld maakt, dan heb ik ook prachtig, eigenlijk een prachtig voorbeeld van, dat zal ik even voor u tekenen. Dat was met de vrouwen. Dit is het voetbalveld. Dit is de middenlijn. En dit was de rechtsbuiten. Janice van der Zanden. Speersnel. Dus die had aan die kant, dus dit was de goal van de tegenpartij, had ze heel veel ruimte nodig. En dit was in mijn tijd, Jackie Groener. En Jackie Groener doet altijd fantastisch haar best. Is een typische teamspeelster. Dus die wil alles doen om het team goed te laten functioneren. Maakt zich bijna ondergeschikt. Maar is overdreven ijverig, zou je kunnen zeggen. Dus als de bal hier ergens was, in dit gebied, dan deed Jackie dat. Huppakee, daar ging ze. Wat doet de tegenstander dan? Dit is de tegenstander. Die rent mee. Dus hier wordt het druk. Dan heb je niks aan Janice. Want Janice, die heeft ruimte nodig. En ik had een stukje coach van het team, had ik met Sarina Wiegman afgesproken, van jij doet dat stuk, dus ik deed dit stuk. Dus zei ik tegen Shaggy, met een videobeeldje erbij, moest kijken wat je doet. Je gaat daarheen, moest kijken wat die tegenstander doet. Die gaat mee. Hoeveel ruimte haal je nou niet weg voor Janice? En Janice heeft heel veel ruimte nodig. Dus eigenlijk moet jij leren om achter Janice te blijven, en je moet leren om de bal daar te spelen, en dan pas kom je. Oké. We spelen de eerste, dan hadden we geoefend, getraind, uitgelegd, videobeelden erbij. Dus ze wil, dat is ook heel belangrijk, je moet wel willen leren. Dus de bereidheid hebben om open te staan voor andere mening of een ander idee. Of, oh ja, als zo gaat, dan word ik geholpen, dan word ik ook beter. Nou, wat gebeurde was dit. Hier was de bal wordt ingespeeld voor, was de eerste wedstrijd in Utrecht voor Jackie. Jackie speelt hem daar. Janice die vertrekt, die is veel sneller dan tegenstander. Klapt hem voor. Dan komt Miedema
En die kopte me in. 1-0 gewonnen tegen, ik weet niet meer tegen wie. En blij dat ze waren, dat wil je niet weten. Want succes is doping. Als je ziet, hé, hey, van het werkt en het is leuk, dan moet je ook een schouderklopje geven. Dus ik zei nou op een van, zag je wel hoe het ging? En Janice, dat deed je fantastisch. En Sjaki, jij ook. En Sjaki, je moet kijken, als je nou bijsluit, heeft zij de keuze tussen die bal en die bal terug. En dan schiet jij hem erin. Maar als je daar bent, dan lukt je dat nooit. Nee, trainer, daar heb je gelijk aan. Dus dingen duidelijk laten zien, duidelijk maken, bespreken. Maar ze moeten, uiteindelijk worden ze zelf verantwoordelijk voor willen leren, beter willen worden en ook naar anderen luisteren. Nou ja, dat is in een team, als je dat in een team krijgt, dan ben je spekhoop. Ja, dan is er ook iemand die zich soms ondergeschikt maakt. Of die accepteert dat de ander ander is dan zij. Of er anders over denken. Dat je dus de ruimte krijgt om te zijn wie je bent. Nou ja, dan kom ik terug bij Ubuntu van Mandela. Hè? Je bent pas iemand dankzij de ander en andersom. Nou, dat het is maar heel simpel, maar het is een heel duidelijk voorbeeld. Hè? En die beide meiden, maar niet alleen die beide meiden, die waren daar zo blij mee dat daarna werden ze Europees kampioen dankzij dit. Hè? Dat is flauwekul hoor. Maar ze gingen wel met heel veel positieve energie de volgende wedstrijd in. Want het was gelukt. Zie je wel, we kunnen het. Goed. Dan, dus, dat is de norm. De norm is bepaald. En dan komt bijna automatisch komt de prestatiefase. Dus dan kun je veel meer dan je denkt dat je kunt, omdat je het samen doet. Het is altijd zo, was mijn credo altijd. Je kunt meer dan je denkt dat je kunt. Mits je maar open bent om te leren. Mits je maar bereid bent om stappen te maken. Nou, uiteindelijk heb ik een soort filosofie ontwikkeld. Ik zal dit nou dicht doen. Dat zijn de 5 F'en van Foppen. Die mogen nou wel in beeld. Daar is hij. Nou ja, dit is mijn filosofie over hoe een goed, echt een goed team zou moeten zijn. Hoe het functioneert. En dat geldt niet voor sport, dat geldt voor elk team. En het begint bij dit. Je moet dus, elk team heeft feeling nodig, gevoel. Kijk, het is mooi. En die 5 F's of Foppen, dat had ik liefst in het Fries gedaan. Maar dat kon niet. Dus het is Engels, want dat past het. Maar de eerste F is de F van feeling. Dus er gevoel bij hebben. Als je ergens binnenkomt en je doet de deur open en je kijkt naar de receptie en iemand is vriendelijk en zit op je te wachten en hij zegt, goedemorgen, hoe is het met je? En blij dat u er bent of zo. Dat is wat anders dan. De regisseur die zegt, man, hoe is het met jou? Zo, weet je wel. Dus de Riemer van der Vel deed het wel met de receptie. Dan belde hij die op. He, dan was hij de grote baas van de club, belde die op om te kijken hoe ze reageerden. Dan zei hij niet wie die was, maar dan wilde hij die horen hoe ze op hem reageerden. Hoe ze op het telefoontje, hoe ze dat aannamen. Nou ja, en dat zegt al bijna heel veel van als je ergens binnenkomt. Hoe gaat de deur open? Zijn ze blij met je dat je er bent? Willen ze je helpen? De bereidheid? Nou, dat is met een team ook zo. Dus iemand die nieuw binnenkomt bij een team, als hij ontvangen wordt van blij dat je er bent, misschien, oh, je kunt ons mooi helpen en we hebben je nodig en zo. Of als ze naar je kijken, zeggen van, nou, een nieuwe, eens kijken wat dat wordt. Nou, dan heb je een poosje nodig om het voor elkaar te krijgen. Nou, wat zit er dan in? Nou ja, respect voor elkaar. Naar elkaar kunnen luisteren. Vertrouwen in elkaar. Veiligheid, niet onbelangrijk. Echt veiligheid. De veiligheid is niet fysieke veiligheid, maar veiligheid van dat je kunt zijn wie je bent. Dat je durft te zeggen wie je bent. Of dat je ook fouten mag maken. En dat je niet wordt afgerekend, maar dat je dan wordt geholpen opdat het de volgende keer beter gaat. Dus dat hele klimaat, dat moet gewoon een goed klimaat zijn. Dat is hartstikke belangrijk. Nou ja, dat is in de beginfase van het vormen van een team, is dat misschien wel het allerbelangrijkste om dat voor elkaar te krijgen. Ik ging met de voetballers scootjes doen. Samen op een scootje aan die grote zeilen trekken en dit of dat, om elkaar te leren kennen. Ik ging met z'n vierlieppen, want ik wilde ook laten zien dat ze in Friesland waren. Hè, dat het typisch Fries was en dat wij Friesen trots zijn op wat we doen. En omdat je trots bent, wil je dat aan hun ook laten zien, opdat zij dat ook later een beetje uitdragen op het moment dat ze op het veld staan. Dat ze weten voor wie ze spelen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de ander. Nou ja, dat is, naar mijn gevoel is dat echt ongelooflijk belangrijk. Waardering, respect, vertrouwen, veiligheid. En als jij vertrouwen hebt, geef je bijna ook altijd vertrouwen aan de ander. Als je zelf geen vertrouwen hebt, durf je het vertrouwen ook niet aan de ander te geven. Dat speelt altijd een grote rol. Dus dat gevoel is ongelooflijk belangrijk. Wij speelden een keer een wedstrijd uit, ergens in het land. En toen kwamen we terug en we verloren. Thuis wonnen we alles en dan verloren we uit weer. Toen had ik contact met René Dijkstra, de psycholoog. Hij had mijn vrouw gebeld en die zei, ik kan Foppen wel helpen, zodat Heerenveen, want het was zijn club, meer wedstrijden wint.
En toen vroeg hij wat ik deed. Nou ja, uit bij NAC, verliezen met 1-0, de bus ingaan. Dus na afloop een beetje zeuren, weet je wel, in het kledelkaal. Dus niet de positieve dingen uit, nee, zeuren van klojo's of wat dan ook. Dat moet anders en dat moet beter. Had een assistenttrainer die eigenlijk een beetje zoals ik was. Dan gingen we voor in de bus zitten en dan zaten we tegen elkaar te zeuren van die klojo's daarachterin, die hebben het vandaag weer verknald of zo, zoiets. Hè. Maar die klojo's die hadden het wel in de gaten, dus die zaten ook bij elkaar te klitten en die keken naar ons zo. Maar die gaan dan een half uur kaarten en is het voorbij. Toen zei René Diekster tegen mij, kijk eens naar je eigen gedrag. Als je nou eens kijkt hoe je dan de bus in gaat na afloop. De wedstrijd is afgelopen, wat doe je dan? En je gaat de bus in, wat doe je dan? En wat doe je met je maatje? Ga je er bijna zitten of doe je het anders? En die zei tegen me eigenlijk, wat heel logisch was, maar je zit zo in je eigen frustratie dat je bijna niet, dat niet kunt en zo. Na afloop even een heel kort op een rijtje zetten van, oké, jongens, wat hadden we afgesproken? Wat ging goed? Waarom ging het goed? Wat ging fout? Waarom ging het fout? En dan gaan we van de week aan werken. Dus met een positief gevoel de bus in gaan. Dan ga je de bus in en dan laat je ze even gedijen. En daarna maak je een rondje langs ze heen. Dus je gaat bij iedereen even nazitten. En dan ga je het niet hebben over hoe goed ze hebben gespeeld of zo. Maar wel van hoe ze zich voelden op het veld. Of ze veilig waren. Of ze voelden dat ze hulp van een ander hadden. Dat ze voelden dat ze ondersteund werden. Dan moet je even gewoon even heel klein beetje, nou ja, doe maar psychologisch, maar aandacht aan ze besteden. En de volgende uitwedstrijd, toen deden we dat en we wonnen. En toen dacht ik van, het is maar heel simpel. Maar eigenlijk had dus alles met mij te maken, met de wijze waarop ik met de nederlaag omging. En als ik op een goede manier met de nederlaag omging, gingen de jongens er ook op een goede manier mee om. Dus je invloed, toen ontdekte ik ook echt dat je invloed, heel vaak zeggen ze van de coach heeft niet zoveel invloed, maar toen ontdekte ik van dat je eigen gedrag heel bepalend is wat anderen gaan doen. Dus je voorbeeldgedrag is ongelooflijk belangrijk. Dan gaan we naar de tweede F. Dat is de F van functie. Ikke. Dit ben ik. Iedereen heeft een functie. Is aangenomen in zijn functie of wat dan ook, maar die heeft een functie. Nou, en hoe doe je dan die functie? Hoe ga je nou met jezelf om? Doe je dat gewoon omdat je er bent en ik moet dat doen, want ik moet centen verdienen, ik moet thuis de boel onderhouden. Nou, dat is een goed argument. Maar doe je meer, zeg van oké, hier ben ik en ik wil mij ontwikkelen. Ik wil beter worden, ik wil stappen maken in mijn ontwikkeling. Ja, dan zul je ontdekken dat er om je heen iets ontstaat, waardoor andere mensen ook de hey, verrek. Zij of hij doet dat en dat. Moest kijken wat die kan. Die wordt veel beter. Maar waar heeft ze dat geleerd? Of hoe heb je dat geleerd? Dat wil ik ook. Dus door aan jezelf te werken, ontwikkel je vaak de wereld om je heen. Dus je wereld om je heen is heel belangrijk. Want zonder die wereld kan je niet. Dat heb ik al verteld net. Maar je willen ontwikkelen. Je openstellen voor nieuwe ontwikkelingen. Voor nieuwe dingen. Betekent dat je je functie op een andere manier gaat invullen. Maar dat je ook veel meer, en dat is heel belangrijk, veel meer plezier aan die functie gaat beleven. En dan hou je het ook veel langer vol, omdat er toekomst in zit. En toekomst is hartstikke belangrijk. Nou ja, en daar heb ik een heel mooi voorbeeld van. Weer uit de voetballerij natuurlijk. Maar het is wel een heel typisch voorbeeld. Wij kochten Ruud van Nistelrooy van Den Bosch. Misschien kent u hem nog, een wereldspits. Maar dat was hij toen nog niet. Het was een jong die niet precies wist wat hij wilde. En die kwam bij ons en we kochten hem echt voor een hele hoop geld. En we keken daarna samen met andere trainers en we keken daarna. Hij speelde dus daarvoor altijd op middenveld. En ik dacht, het is een spits. Maar hij schiet op de goal. En er zijn niet veel die op de goal schieten. De meeste schieten naast of over. Dus als je op de goal schiet, kan je scoren. Hè? En nou ja, goed. Ik zei tegen Ruud, jij bent spits. Nee, trainer, ik ben middenvelder. Nou, Ruud, je moet kijken eens goed naar jezelf. Want je kunt, jij bent spits. Nou goed, ik stelde hem in de spits. En het ging, maar het hield ook niet op. Maar hij was niet overtuigd. Eigenlijk was hij ontevreden. Dus het straalde hij ook aan alle kanten uit. Dus het werd een conflictje of zo. En op een gegeven moment, toen kwam hij bij me en zei, trainer, vertel me nou nog één keer waarom ik spits ben. Ik zei, nou, 1. Je ziet op de goal. 2. Je hebt een geweldig gevoel voor de goal als de bal aan de buitenkant is. Je weet precies waar de bal komt. 3. Je bent ook nog heel snel, dus we kunnen ook nog met je achter de middenlijn spelen. En dan de bal eroverheen. En dan, dus je bent echt een soort geheim wapen. Ik zei, je kan de beste van Nederland worden. Misschien nog wel veel beter. Hij ging weg. Hadden we afgesproken dat hij de volgende dag, het was dinsdagmorgen, terug zou komen. En dan zou hij zeggen wat hij wilde. Had tegen me gezegd van, jij bepaalt het, ik niet. Het is jouw leven, niet mijn leven. En ik wil later nooit horen dat ik heb gezegd van, dit, nee, het is jouw leven. Hij kwam terug en toen zei hij van, oké, trainer,
We hebben erover nagedacht, ik heb overlegd, ik word spits. Maar dan moet je me wel helpen. Dat was een fantastische kreet. Je moet me wel helpen. We hebben een plan gemaakt. Echt een plan. En hij ging als een speer, je wilt niet weten. Dus na een jaar raakten wij hem kwijt, want hij was veel te goed geworden. Maar dan kochten we hem voor 15 miljoen aan PSV. En we hadden hem gehaald voor 1 miljoen. Dus we hebben een stadion verdiend met het verkopen van Ruud van Nistelrooy. Dus daar heeft de club een geweldige boost van gekregen. Maar het mooie was dat die van Nistelrooy daarna een dagboekje ging aanhouden. En die ging, daar had het pas ook over. Hè? En die ging elke dag opschrijven van wat is er gebeurd? Wat heeft de trainer tegen me gezegd? Wat moet anders? Hoe voelde ik mij? En was ik moe? En waardoor was ik moe? Moet ik dat veranderen? Moet ik dat? Laatst ben ik een keer met hem geweest, toen Matthijs van Nieuwkerk nog de Wereld Draait Door deed, had hij met, samen met Ruud, en toen heeft hij dat verhaal verteld. Hij had zijn boekje meegenomen en die zei hij van, in 1 jaar Heerenveen heb ik meer geleerd dan in de 16 jaar daarna. Want hij leerde me om naar mezelf te kijken, dat was ik, hij was ik. Hè? Hij leerde me om na te denken over wat ik wilde en hoe ik het deed en hoe ik andere mensen kon bevragen om mij te helpen daarmee aan de gang. Dus het werd mijn weg. Niet de weg van een club, of wat, maar het werd mijn weg. En daardoor heb ik gehaald wat ik heb gehaald. En op het moment dat het slechter ging, pakte ik het boekje tevoorschijn. En dan ging ik wel even kijken van, wat zei die ook alweer tegen me toen het even minder was. Oh ja, dat en dat en dat. Nou, en daar, zei, daar kon ik fantastisch mee vooruit. Dan ga ik naar de volgende F. Dat is de F van Future. Nou, die zit er al helemaal in. Als je dus in staat bent om iets in je team te krijgen, maar ook in de individuen waarbij ze anders gaan denken, namelijk niet blijven hangen in wat gisteren was of eergisteren. Dus een soort rugzakje wat heel zwaar wordt met een dikke steen. En op plaats ga je ook zo lopen omdat het zo, je hebt het mee te torsen. Nee, leren om dat weg te laten en vooruit denken. Aan nu en morgen en overmorgen. Dat geeft een ongelooflijke hoop energie. Dit is misschien wel niet zo goed gegaan. Maar wat kunnen we ervan leren en doen we het morgen anders? Dus dat is wat René Dijkstra mij leerde in die busreis terug. Ga nou bij ze zitten en heb het nou even over van, wat waren de plussen? Oké, goed zo, goed zo, goed zo. En wat waren de minnen? Maar de plussen zijn altijd beter dan de minnen. Dus ook groter maken in plaats van de minnen. Dus accent niet leggen op min, min, maar accent leggen op plus, 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 zal ik maar zeggen. Dus toekomstgericht leren denken, dat geeft ongelooflijk veel energie. En dat kan je 's morgens op de fiets stappen als je naar je werk moet en denk, hè, lekker, mag weer aan het werk. Dat zou fantastisch. En je fietst lekker in de buitenlucht, dus nog veel beter ook, doe je ook bewegen. De volgende F, dat is de F van feedback. Nou, en eigenlijk zou je kunnen zeggen feedforward. Dus, en dat gaat om 2 dingen. Product, wat levert het op, wat hebben we eraan? Maar voor mij is het proces veel belangrijker. Als je een goed proces ingaat en je neemt de tijd om het te ontwikkelen en goed te evalueren en weer bij te stellen weer, dan leer je en dan zie je dus dat je vanzelfsprekend een goed product haalt. Maar als het proces slecht is en je wint een keer bij toeval, ja, dan kom je niks verder. Want dan denk je van, het gaat goed, maar misschien gaat het wel helemaal niet goed en kom je de volgende keer weer dezelfde fouten tegen. Dus dat proces, in het proces zitten en daaraan werken, dat is het allerbelangrijkste. En als je dat goed doet, dan levert het vanzelf een goed product op. Nou ja, wie bepaalt dan of het goed is? Ja, er zijn allerlei rekenmechanismes voor, er zijn allemaal lijsten die je moet invullen. Een van de grootste ergernissen, vind ik, in de hele zorg is dat er ongelooflijk veel lijsten moeten worden ingevuld, waarbij je heel veel tijd besteedt aan dingen die je graag anders zou willen doen. Nou, daar gaat dit ook wel een beetje over. Hè? Hoe doe je dat dan? Feedback, evalueren. Zit je dan in een grote vergadering bij elkaar en ben je mij eindeloos aan het, of doe je heel kort, elke dag, aan het eind van de dag, een kwartiertje, niet langer, even zitten. En aan degene die het even moeilijk had, die moet je wel helpen. Ik heb dat vroeger ook meegemaakt. Toen daar een keer. En toen heb ik dat gedaan. Of ik heb een nacht goed geslapen en de volgende morgen was het beter. Dus elkaar helpen daarin is ongelooflijk belangrijk. Dat schouderklopje waar ik het over had, dat is aan het eind van de dag is misschien wel het allerbelangrijkste. Je bent ergens tegenaan gelopen, het wilde niet. En dan is er iemand anders, heeft dat ook meegemaakt. Die zei, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. En toen heb ik dit gedaan en dat hielp. Nou, dat zit daarin. Dus niet van die grote vergaderingen, van die kleine dingen. Op de goede plek, op de goede tijd, binnen je groepje doen. Dat is hartstikke belangrijk. Goed, en dan komt bijna automatisch deze, hè, fun. Plezier hebben. Maar plezier ontstaat niet vanzelfsprekend. Plezier ontstaat door een goed plan. Ontstaat door het doel goed beschrijven. Het proces ernaartoe. Jezelf kunnen zijn terwijl je onderweg bent. Dus het is heel wat anders dan lol hebben.
Soms moet je ook lol hebben, want humor moet er eens hebben. Maar fun is anders dan lol hebben. Fun is van binnenuit heel veel plezier hebben. En ogen die twinkelen als je van je werk komt. En soms ben je moe en heb je een slechte dag, maar de volgende dag ga je heen, want je vindt het gewoon mooi. Nou, dat heb ik bij 40 jaar, langer dan 40 jaar, trainer geweest. En heb bijna altijd, soms had ik dagen van, maar bijna altijd ging ik erheen daarvan, wat leuk jong, kan ik met die jongens op het veld achter die bal aan rennen. Dat vind ik toch gewoon fantastisch. Dat is gewoon je moet hartstikke blij zijn dat je dit mag en kan doen. Nou, en dat is eigenlijk een beetje wat ik altijd heb gedaan. En we zijn ook vaak veel te bang. Veel te bang om te ondernemen, om te willen, om voor onszelf op te komen. Angst is niet goed. Angst moet je overwinnen. Dat zei Mandela ook. Mandela zei, niet de man is sterk die niet bang is, maar de man is sterk die in staat is om zijn angst te overwinnen. Nou, dat wens ik u allemaal. Dank u wel. Voor je geweldige verhaal, waarin je ons ontzettend veel verschillende dingen leert. Kom eventjes aan tafel als je wil, want ik kan me voorstellen dat we toch ook een aantal mensen hebben die al luisterend allerlei ideeën krijgen, vragen hebben. Onze moderatoren die daarachter de schermen zitten, die hebben er misschien al een paar te pakken. Misschien mag ik jullie uitnodigen om een vraag te stellen. Ga je gang. Ja, graag. Er zijn veel vragen binnengekomen, ook heel veel complimenten trouwens, dus dat wil ik ook even delen. Een aantal vragen gaan over communicatie. Iemand vraagt bijvoorbeeld, hoe ga je om met verschillende culturen in je team? Ja. Nou, het begint met jezelf zijn. Dus dat heb ik in Zuid-Afrika ontdekt. Maar dan moest ik dus met jongens werken die uit de township kwamen, amper schoolopleiding hadden en nog heel verschillend. En de ene kwam met Johannesburg en de andere kwam met Kaapstad. Er zat een wereldverschil tussen. Maar het belangrijkste is dat ze ontdekken dat je echt bent. Dus en dat je het goed met hen voor hebt. Dus en dat je je ook kunt verplaatsen. Dus echt even met ze zitten als de taal een probleem is. Dus ik had een jongen uit Roemenië, daar kon ik geen woord mee wisselen. Ik heb een advertentie in de krant gezet van, is er iemand die Roemeens spreekt en één keer in de week met ons wilt zitten, zodat ik met hem kan communiceren. Nou, dat heb ik een paar maanden gedaan. En op een gegeven moment heb ik gezegd, ik stop ermee, want nou moet jij zover zijn dat je mij verstaat. Dus ook andersom wat verwachten. Dus niet alleen van jezelf, maar je moet zelf stappen maken. En de anderen moeten ook stappen maken in de zin van ontvankelijk zijn, een taal willen leren of als dat een rol speelt trouwens. Maar goed, naar mijn idee is het allerbelangrijkste dat ze je herkennen. Ze weten of ze je bij de kop of de kont hebben. Mooi. Ja, je zei het eigenlijk al over Mandela. Hè? Je bent samen met de ander eigenlijk pas heel. Dan ben je met elkaar één. We noemen dat met een mooi woord wederkerigheid. Hè. De een is afhankelijk van de ander en je geeft over en weer iets terug. Dat is jouw voorbeeld nu eigenlijk ook. Ja. Je hebt gegeven het feit dat je bereid bent om eerst te investeren in iemand die je helpt met het vertalen. Maar je verwacht vervolgens ook terug dat iemand ook een stap zet. Ja. Ja, en daarmee ben je ook respectvol eigenlijk naar elkaar op die manier. Ja, daar begint alles mee. Hè? Ja. Dus je moet absoluut respect voor ze hebben. Ja. Dus niet naar kijken van, dat is een uit de Bulgarije, zal ik maar zeggen. Nee, dit is een Bulgaar en die is trots op het feit dat hij Bulgaar is. Ja. En ik ben trots op het feit dat ik Fries ben. Maar we kunnen prima met elkaar komen als we elkaar dat gunnen. Hè. Ja. Dus ook een kwestie van gunnen. Oké, mooi. Andere vraag? Ja, een andere vraag is nog, als team doorloop je een aantal fasen, dat gaf u aan. Maar hoe doe je dat nou als je veel wisselingen hebt in je team? Dus veel nieuwe collega's steeds krijgen. Dat is een van de problemen. Want eigenlijk begint het Australië. Gisteren heb ik naar de televisie zitten kijken. Van, jij houdt morgen een verhaal over teambuilding. Maar dan zag je dus dat, vertelde die ene arts van, het wisselde elke dag. Dat is hartstikke moeilijk. Dat is echt hartstikke moeilijk. Want eigenlijk begin je elke dag dan weer opnieuw. Hè, om dat te doorlopen. Dan is degene die achterblijft, is ongelooflijk belangrijk. Hoe is die? Hoe blijft die achter? Is die blij dat er iemand bij komt om te helpen? Of denkt hij van, weer een, moet ik weer uitleggen hoe het werkt of zo? Hè? Dus dat, die grondhouding van de achterblijvers is van wereldbelang. Hoe blijven die achter? Zijn die blij dat ze er zijn? En als die vervelend zijn, zou je kunnen zeggen, dan gaat het veel moeizamer. Ik beluister toch ook wel heel erg in jouw verhaal je eigen rol en verantwoordelijkheid die je hebt over hoe je in het leven staat, hoe je kijkt naar anderen en de energie die dat vervolgens oplevert. Als je zelf een beetje mies bent, als je zelf toch een beetje narig bent, dan
dan, of je dat nou wil of niet, dan spiegel je dat naar anderen toe. Ja, je laat altijd zien. Ja. Je bent altijd een spiegel. Ja. Ik zeg altijd, de wijze waarop je de deur 's morgens dicht doet, bepaalt eigenlijk wie je bent. En hoe de dag verloopt. Hoe je dag verloopt, ja. Ik zeg ook altijd, je komt met de verkeerde poot van bed af, been, sorry. Ja. Wat bedoel je daarmee? Dan kan ik heel agressief worden. Wat bedoel je daarmee? Wie heeft nou ooit bepaald of links of rechts je goede been is? Kom op man, normaal doen. Ja. Probeer het dus toch bij jezelf weer om te gooien. Het begint bijna altijd bij jezelf. Ja, oké, mooi. Ook wel mooi, want dat zei al eerder ook onze hoogleraar, namelijk dat het goed is om dingen op te schrijven. Ja. Dat voorbeeld van Nistelrooy is dat ook. Je beschrijft eigenlijk hoe je je dag hebt ervaren, wat je beter wil doen om de volgende dag dat in de praktijk te brengen. Een dagboekje bijhouden, dat is heel belangrijk. Ja, het klinkt zo simpel, maar het is een prachtig advies. Dan heb je je gevoel ook af weggeschreven, zou je kunnen zeggen. Nee, ik heb het op papier gezet. Ja. En dan ben ik het ook, en ik heb het als het ware achter me gelaten. Met kwijt. Met kwijt, ja. Okay. Nog meer vragen? Nou ja, een van de vragen is ook nog, er werken veel vrouwen in de zorg. U hebt ook het damesteam gecoacht. Ja. Een van de vragen is, wat is het meest lastig of misschien ook wel het meest helpend in de communicatie met vrouwen? Kunt u daar iets specifieks over zeggen? Van dit vrouwenteam vond ik dat ze ongelooflijk positief waren in de zin van dat ze absoluut wisten wat ze wilden. Wilden zo goed mogelijk spelen, willen ons... mannen zal ik maar zeggen, maar Nederland laten zien dat zij ook goed konden voetballen. Dat was echt hun grote drive. Jongens die, als er wat op trainingsveld gebeurt, iemand krijgt een tikkie of iemand, er gebeurt wat niet correct is of zo, dan scheldt die jongen even en dan na afloop dan zitten ze in de kantine drinken een potje bier met elkaar, is klaar. Maar dat is bij meisjes niet zo. He, dus bij meisjes is het zo, er gebeurt wat en dan nemen ze het mee. Dus die zoekt dan hulp bij iemand, die gaat in en dan ontstaat heel snel dat geroezemoes. Dus als coach moet je er heel scherp op zijn. Van, ik had een keer, toen kwamen ze, was in La Manga, kwamen ze aan het veld en was er wat gebeurd. En die liep naast iemand in, zo. En ik liep de schuin achter. En denk van, oké, kom eens hier, wat is er aan de hand? Ja, die zei dit en dat, oké. Klaar, jij gaat even naar boven weer douchen, die ander gaat douchen en dan komen we bij elkaar en hebben we het er even over. Dan was het over, klaar. Maar als je dat niet doet, blijft het hangen. Dat was, maar aan de andere kant vond ik die meiden, die waren zo wel heel positief naar elkaar. Dus die stimuleerden elkaar, soms had ik het gevoel van, dat is ook wel een beetje overdreven. Maar die konden elkaar enorm stimuleren. Nou, zo heb ik dat bij jongens nooit meegemaakt. Jongens zijn veel meer, ik. Ego, sterk zijn, een beetje macho-achtig. Zeker in het voetballen. Voordat die zich kwetsbaar opstellen, dan ben je een poosje verder. Je geeft eigenlijk een mooie kracht en een beetje een zwakte aan. De kracht van de groep. Vrouwen zijn misschien wel solidairder met elkaar. Hebben ook een grote mate van positieve inzet. Maar zeg je, er kan ook iets blijven hangen waar mannen misschien makkelijker overheen stappen. En dat moet je wel durven benoemen. Dat moet je wel doorbreken. Ja, die eigenlijk zo snel mogelijk bespreken. Ja. Een andere belangrijke vraag die ik me kan voorstellen toch ook wel voorbij komt, is juist in coronatijd, heb je uitval? Ja. Moet je het met een kleinere groep doen? Ben je echt op elkaar aangewezen? Heb je daar nog een goed advies? Wat moet er dan gebeuren? Je moet een goed plan hebben. mijn dochter werkt in de zorg en die doet dat. Ja. Die is verpleegkundige en die heeft de leiding ergens. Maar dat betekent dat ze de planning maakt. En omdat ze gelukkig gezond is, gaat ze daarna gewoon echt met beide handen aan het bed staan. Ja. En dus de bereidheid om meer te doen. In te springen. Ja. Ja, ik neem haar maar als voorbeeld, want er zullen ongetwijfeld heel veel meer zijn. Maar die werkt gewoon 7 dagen in de week en soms 10 uur op een dag. Meewerkend voorman heet dat. Ja, gewoon omdat het niet anders kan. En dus doet ze dat. Ja. Ja, en dus is ze dan ook, mijn vrouw maakt zich daar altijd zorgen over. Ja, maar straks is ze kapot. Ja, dan moet ze er bewegen, hè. Ze heet Jilda ook, bewegen. En dat is fantastisch. Hebben ze met hun groepje, hebben ze een appgroep met wandelafstand, met stappentellers. Dus elke dag 12.000 stappen lopen. Dan controleren ze elkaar op, maar dan blijven we fit. Ah, ja. Nou, dat is hartstikke leuk. Hè? Mooi. Ja. Nou ja, je geeft ook wel aan, fitheid, daar begint het ook allemaal mee. Dat hoorden we ook van de coach hiervoor. Hè? Dus eerst, hoe zit je in je eigen lijf en dan hoe stap je de deur uit? Met wat voor positief gevoel benader je de ander? In de wetenschap dat we over en weer van elkaar afhankelijk zijn. En dat heel veel uiteindelijk samenkomt op open durven zijn. Ja. En jij geeft het aan als de norm. Een norm van veiligheid. Een norm ook waar de ander gezien en gekend wordt. Ja. En dat met elkaar betekent dat je heel veel succes kunt organiseren. Ja. Als je ook maar naar de toekomst kijkt. Ja. Als je bereid bent. Heb je keurig samengevat. Ja, dat probeer ik te doen. Ja. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor wat je ons hebt verteld. Met al jouw ervaring. Echt geweldig dat je hier bij ons was.